bij Topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Stekel, de één na laatste van dit seizoen. Ja. Volgende week dinsdag doen we de laatste uitzending voordat wij op vakantie gaan. En traditiegetrouw doen we die met publiek, dus wees allemaal zeer welkom. Volg even onze kanalen, oftewel de nieuwsbrief, handpick morgenochtend. Kijk op Twitter, op Facebook, et cetera, waar je kunt aanmelden. Er zijn meerdere redenen om te doen. Eerst is omdat het gezellig is. Het tweede is omdat we goede gasten hebben. En het derde is dat als je nu zelf een foto wilt van Guido van Ispen, dan zal hij daar een uurtje eerder aanwezig zijn. Ja, dat is wel bijzonder. Kijk even bij ons ook op de site, maar op andere kanalen. Alle gasten worden bij ons altijd elke week op de foto gezet door Guido. Die maakt natuurlijk echt ongelooflijk mooie foto's voor de mensen die volgen, die weten dat. Dus heb je een nieuwe profielfoto nodig, kom volgende week dinsdagavond langs bij onze live uitzending. En Guido zal je vereeuwigen. Ja, en schud dan ook even de hand met zijn assistent Roderick. Ja. Goed, dat terzijde. Volgende week dus. Te gast nu is Fadoa Schuurer. Je bent van M-Bot. Wat doen jullie? Wij maken Nederlandstalige slimme chatbots met eigen technologie. En de chatbots zijn in staat om een vrije conversatie met je aan te gaan. En we specialiseren ons in e-commerce en content. Dus niet customer care. Ja. Nederlandstalige slimme chatbots en je concentreert je op e-commerce. Juist. Even concreet. Ja. E-commerce is volgens mij shoppen online. Ja. Dan Nederlandstalige slimme chatbots. Dat betekent dat je tegen jullie bots in het Nederlands vragen kunt stellen. Die begrijpt wat je wil en die koppelt je aan een verkoopkanaal, zodat je iets kunt kopen. Ja. Vertaal ik het goed? Ja. Correct. Okay. Ja. Ik wil het even begrijpen waar het over gaat. Nou ja, het is eigenlijk als je een fysieke winkel binnengaat, dan begroet iemand je en die vraagt of je kan helpen. Dat proces is op een webshop anders. Dan moet je zelf filters in gaan stellen. Dat veronderstelt een bepaalde voorkennis van het product. Dat veronderstelt een bepaalde ervaring. Ja, maar ook of een bepaalde maat bij een bepaald bedrijf jouw maat is. Dus dat het niet een S, eigenlijk een M is. Ja. Hey, maar de belofte dat die dingen slim zijn, doen eigenlijk alle bots, hè? Dus ja, ik ben nooit een bot tegengekomen die zegt, je bent nu bij de domme bot aanbeland. Nee, dat klopt. Ja. Maar wat maakt jullie technologie, of wat maakt jullie dan beter dan die anderen? Want tot nu toe, de meeste voorbeelden die ik ken, die zijn dan teleurstellend. Ja. Nou ja, je ziet heel veel Nederlandse chatbots die voornamelijk werken met buttons. Dat is eigenlijk een manier van een formulier interactief maken. Je toetst op button A en je krijgt A-content terug. En als je op B drukt, dan krijg je weer iets anders. Maar die bots maken het niet mogelijk om specifieke content op basis van meerdere parameters terug te geven. Ja, dus voor mensen die met databases en websites bezig zijn, bedoel je eigenlijk het filteren volgens mij. Ja, het filteren. Dus, ja. Dus dat je zegt, wat wil je? Wil je schoenen, broeken, shirts of dat? Wil je zwarte schoenen? En dan klik je erop en dan krijg je alle schoenen. En dan zeg je, wil je zwart, bruin, blauw of groen? Ja. En dat is natuurlijk niet heel slim. Want als je kunt niet gelijk zeggen, ik zoek Je kunt het ook in één zin allemaal formuleren. Dan neemt hij alles mee. Dus bijvoorbeeld, ik zoek zwarte schoenen om op hard te lopen in maat 38. Ja, en dat doen jullie wel. Ja. En dat zit natuurlijk niet traditioneel in de webshops. Dat is eigenlijk. Nou ja, dan moet je dus meestal staan er 12 tot 15 filters bij een productpagina. Ja. En dan moet je dus zelf die filters af aan- en uitzetten. Om verschillende combinaties te maken. En bij heel veel producten is dat gewoon ook lastig, omdat je dan steeds een andere filtering krijgt. En als je dat eigenlijk in een conversatie giet, dan is het makkelijker om steeds nieuwe resultaten terug te geven. Dus ik filter bijvoorbeeld op zwart en hardlopen. De bot kan ook herkennen of onthouden dat ik maat 38 heb.
Als ik vaker shop via die bot. Dus dan hoef ik dat al niet meer in te vullen. Dat is ook nog iets. Dat die kan onthouden wat je specificaties zijn. Maar als ik zie dat het resultaat wat ik terugkrijg, dat krijg je dan in de slider in je bot interface, in je chatbot. Dan kan ik ook nog zeggen van nou, ik wil bijvoorbeeld zwart met een witte zool. Als ik eigenlijk toch iets specifiekers wil. En dan filtert die eigenlijk weer opnieuw die resultaten. Maar dan hoef ik dus niet opnieuw te kijken naar al die filters en opnieuw die pagina te laden. Ja. De kracht van van online is dat we niet de beperking hebben van de winkelen. Dus je zou kunnen zeggen, er is veel meer in op voorraad. Ja, veel meer wat je kan kopen. Ja. De kracht van de winkel is dat er iemand staat die begrijpt wat ik zeg. Jullie proberen die twee te combineren. Als je zegt, wij focussen ons op die e-commerce. Als jullie dit nu aan bedrijven moeten verkopen, zullen jullie ongetwijfeld voorbeelden hebben waarin je kan staven dat wat jullie doen beter werkt dan hoe een shop nu werkt. Wat voor resultaten hebben jullie al gezien waar je trots op bent en waar je zeg maar als vertegenwoordiger een ander over de streep mee trekt? Nou ja, er zijn een aantal zaken die je mee kunt nemen in een vergelijking. Bijvoorbeeld de plek waar je de conversatie aanbiedt. Is dat op de webshop zelf? Of is dat op een platform zoals Facebook, waar mensen al anderhalf uur per dag spenderen? Waar de interface bekend is ten opzichte van een webshop waar iedere interface eigenlijk weer anders is. Dus dat is ook weer een gemaksprobleem kan dat zijn. Mijn vraag was eigenlijk simpel. Heb jij al cijfers waarmee je kan zeggen, het werkt echt beter als je onze bot gebruikt dan je gewone website? Want je verkoopt gewoon meer. Want hier heb je in feite een hele simpele, in die zin, een simpele opdracht. Ja. Je kan vergelijken tussen een gewone winkel en de inzet van jullie bot. We hebben een content voorbeeld waarbij het gemakkelijker is om in een kortere periode een gewenst resultaat te krijgen. De zoekfuncties op webshops en op websites zijn vaak niet zo specifiek. Waardoor je dus altijd nog weer die filters moet gaan gebruiken. Als je dat combineert, dan kun je natuurlijk sneller tot het eindresultaat komen. In het geval van een laptop. Ik ben op zoek naar een gaming laptop. Nou, dan ga ik googlen en dan krijg ik een shoppingresultaat of ik krijg een blauwe link. Nou, klik door naar de website. Kom ik daar op een pagina waar 500 resultaten getoond worden. Nou, dan moet ik eerst zelf na gaan denken. Oké, hoe kan ik die 500 resultaten terugkrijgen? Tot 10, dat ik er 10 kan gaan vergelijken. Dan moet ik dus alweer zelf nadenken. Dat kost tijd. Dan vul ik bijvoorbeeld in. Nou, mijn budget is €700 max. Nou, dan hou ik er nog 200 over. Moet ik opnieuw gaan nadenken. Dat kost weer tijd. Ik word gewoon niet geholpen. Ik word niet aan de hand genomen. Waardoor ik ook eerder afhaak dan dat ik wel bij de hand genomen word en tijd bespaar. Hey, je hebt bots in soorten en maten. We vertelden jou net, we zijn samen met Jan-Willem Essenhuis op een bescheiden schaal met een bot aan het experimenteren met fast moving targets inhoud. Die bot zou je kunnen zeggen is een combinatie van een RSS feed. Dus hij laat het mij weten als er nieuwe inhoud is. Bijvoorbeeld een nieuwe uitzending van Topname staat online. En een zoekmachine. Dus ik kan hem bepaalde vragen stellen. En met mijn collega Johan Schaap gingen we gisteren even testen. In zijn beleving is een bot zo'n apparaat waar je eigenlijk alles aan kan stellen zoals je aan een mens een vraag zou stellen. Dus hij ging dat ook meteen doen. Ja. Dus in plaats van wat hij normaal zou doen bij Google, zeggen van Amazon, zoek bij wijze van spreken naar Werner Vogels, CTO van Amazon. Ah, ik steek ze open naar Werner Vogels. Dat ging hij zeggen van, wie is die gast ook alweer van, van Amazon. Waarom ik dit voorbeeld geef is,
als een bot, zeg maar, weet je, die slimheid heeft die we vertellen, kan die wat met de laatste vraag, hè? Want dan kan die de context van de vraag beter begrijpen. Ja. En in het eerste geval moet je eigenlijk een betere zoekopdracht formuleren. Althans, moet je nadenken zoals een database in elkaar zit. Jullie focussen op zijn eerste stuk, toch? Ja. Waar je de mens beter begrijpt. Ja, want gebruiksvriendelijkheid is belangrijk, denk ik. En we hebben eigenlijk geleerd om zoekopdrachten zo te schrijven dat we goede resultaten krijgen. Dus eigenlijk zijn mensen dan aan het werk voor de machine. Nou, wij proberen dat om te draaien en te kijken hoe kunnen wij onze technologie zo vormgeven dat die begrijpt hoe mensen schrijven. En dat kan je oplossen inderdaad met een stukje zoektechnologie. We gebruiken ook zoektechnologie. Maar dat is maar een onderdeel. En dat is eigenlijk het decoderen van die woorden tot een goede zoekopdracht. Ja. Maar daarnaast heb je inderdaad de context nodig. En je hebt een goed beeld van de concepten nodig die je binnen die context kunt gebruiken. Bijvoorbeeld het woord gast. Dat kan een synoniem zijn voor een meneer of een man of een vrouw kan ook natuurlijk. Ja. En dat is wel een stukje wat je natuurlijk aan zo'n bot moet leren. Dus we maken ook wel bots binnen een bepaalde context. Je zegt zelf, hè, van het kan je, jullie bot kan je helpen met zoeken binnen de e-commerce omgeving. Ja. Je zegt ook, het is gebaseerd op artificial intelligence. Wat is het artificial intelligence component van jullie technologie? Nou ja, in principe is een rekenmachine natuurlijk ook AI. Het is gewoon een daar wil ik natuurlijk ook een beetje heen. Ja. Want we krijgen natuurlijk best veel startups aan tafel. Ja. En AI is helemaal hip. Dus, wij zien dat ook als een buzzword. En ik probeer ook altijd een beetje uit te kijken met die term. Omdat je, bij mensen die er nog niet zoveel van weten, is het een woord waar mensen op aanhaken. Dus als je zegt, ik werk met AI, dan zeggen ze, oh, interessant. Ja. Mensen die er iets meer verstand van hebben, die zullen zeggen van, oh, maar hoe artificial of hoe intelligent is dat dan? Mm-hmm. Maar dat was eigenlijk ook mijn vraag. Van, is het nou vooral gebaseerd op taalanalyse en combinaties van woorden? Of zit er een zelflerende component in? Het is eigenlijk, hoe werkt het? De technologie bestaat uit een aantal onderdelen. We hebben een stukje search, zoals ik net zei. Ja. Een stukje NLP, dus Natural Language Processing. En dat is een stukje training en dat is ook supervised learning. Dus je geeft voorbeelden van wat een concept is. Bijvoorbeeld een laptop is een computer. Een iPad is dat bijvoorbeeld niet. Ja. Dat is een tablet. Dus je gaat een aantal voorbeelden geven en daarna ga je een heleboel data voeren aan het systeem. En dan gaat hij op basis van wat hij al geleerd heeft, gaat hij zelf patronen herkennen. Dus dat dus is eigenlijk een stukje. Dus die machine learning componenten zitten erin. Ja, zeker. Ja. En er zit ook gewoon een heel groot deel gestructureerde data in. Wat het gewoon ook makkelijker maakt om goede resultaten terug te geven. Als je niet weet dat transparant ook een kleur is in de context van een tastbaar product, dan snapt hij dat niet. Maar als je hem dat vertelt, dan snapt hij dat wel. Ja. Ja. Dus je moet eigenlijk ook gewoon heel veel supervised. Taal is super ingewikkeld, hè? Ja. Ja. Ik heb ook wel eens een keertje aan de tafel gesproken met een taalwetenschapper. En die gaf een voorbeeld van 1 of 2 zinnen. En volgens mij zaten daar maar, waren dat zeg maar van computer 1,8 miljard, of bij wijze van spreken, heel veel in ieder geval. Ja. Opties. En hij gaf als voorbeeld van de band. Weet je, en wij weten dat het een band is omdat er verderop drummer staat. Ja. Hè? Maar een band kan heel veel, kan een fietsband zijn, een band kan een relatie zijn, noem maar op. Ja, dus wij hebben zelf eigenlijk niet meer door. We hebben niet door hoe complex eigenlijk taal is. En dat komen jullie daar niet tegen. Ja, zeker. Ja. En hoeveel je zei van, hè, sommige dingen is assisted learning. Dus je moet zelf een
handje helpen. Bij jullie, hoe doen jullie dit? Dit leren van het systeem, hoe gaat het in zijn werk? Welke mensen zitten daar bij jullie op om dit voor elkaar te krijgen? Nou, het is voor een deel het eerst conceptueel uitdenken van wat moet een bot kunnen en wat voor informatie heeft hij daarvoor nodig. Dus welke data heb ik nodig om überhaupt in dit productveld een goede bot te kunnen bouwen? Het voordeel van producten, dus e-commerce, is dat er heel veel gestructureerde data al is. Ja. Dus je kunt eigenlijk al heel veel gebruiken van wat er al is. En er is ook heel veel open data of via API's voor affiliate. Dus dat is eigenlijk vrij gemakkelijk. Maar er zijn altijd bijvoorbeeld, ik deed een test. Ik wilde ook een laptop zoeken met minimaal 5 gig. Nou, in de tekst staat GB, gigabyte. Maar men zegt wel eens gig. Nou ja, dat snapt hij dan niet als je hem dat niet vertelt. Hij snapt de gigabyte uitgeschreven wel, omdat dat wel een woord is wat in de Nederlandse taal gebruikt wordt. Maar goed, dan moet je dat gig dus nog even leren. Dus, maar vertel eens iets over jullie bedrijf. Wat voor mensen, met zoveel zijn jullie? Wat voor deskundigheden heb je? Nou, we zijn nu nog met z'n tweeën en we hebben een aantal mensen die ons op freelance of op no cure no pay basis ondersteunen. Ja. Voor sales is dat voornamelijk. Serge Cornelis, mijn compagnon, die is ooit begonnen bij Ilse Media. Die heeft daar aan de rankingformules van Ilse, de Nederlandse, eerste Nederlandse zoekmachine, gewerkt. En daarna eigenlijk altijd werkzaam geweest in optimalisatie van search en het structureren van data en analyse, tools bouwen. En ik ben vanuit de communicatiekant ben ik bezig met het conceptstuk wat vooraf gaat aan het bouwen van een specifieke toepassing. En ik kijk naar welke data er nodig is en welke supervised learning of welke haken en ogen we moeten ondervangen. Ja. En wat ik altijd zo intrigerend vind, ook weer in het geval van jullie, dan zijn jullie met z'n tweeën en dan zit je op een avond in het café en dan heb je een paar glaasjes wijn op en dan zeg je, weet je wat, we gaan een bot beginnen en we gaan met AI iets doen. En dan zou ik gelijk denken, Jezus, dat is er heftig, want het is hip, het is hype, iedereen duikt erop. Je hebt de grote jongens investeren miljoenen in natural language processing. Weet je, Google is er natuurlijk grootmacht in. Iedereen is ermee bezig. En dan denken jullie van, In de Nederlandse taal hebben we niks kunnen vinden waar wij tevreden mee waren. En dat is eigenlijk een hele goede drijfveer. Ja, dat is eigenlijk taalgebonden. Ja. Ja. En kijk, dat is niet snel de prioriteit van die andere woorden. Nee, toch? En ik heb me daar ook wel goed in ingelezen. Kijk, de grootste taalgebieden gaan gewoon eerst. En er zijn nog heel veel grote taalgebieden die voor Nederland komen. En misschien zijn we over 2 jaar pas aan de beurt. Nou ja, in die 2 jaar kunnen wij een heleboel doen. En kunnen we in ieder geval een heleboel mensen hopelijk faciliteren. En wanneer zijn jullie begonnen? Ik ben eigenlijk, even denken, 1,5 jaar geleden al begonnen met onderzoek te doen naar de impact van voice search. Yep. Op hoe we gaan interacteren met informatie en het internet. En toen ik daar wat verder in dat onderzoek ging, had ik zoiets, dit gaat zo ongelooflijk veel veranderen in de manier waarop wij ons verhouden tot informatie. En analfabeten kunnen ineens informatie tot zich nemen die dat nu niet kunnen. En dat fascineerde me. Maar toen dacht ik, wat komt daarvoor? En daarvoor komt dan eerst de bot. Want voordat je ook voice output terug kan geven, daar zijn we nog lang niet. In ieder geval niet in de Nederlandse taal. Er zijn wel een aantal talen waar dat natuurlijk kan. Ja, Siri doet dat natuurlijk ook wel, maar dat is niet
Maar input is al ingewikkeld genoeg, hè? Want we hebben daarbij weer ook al taalwetenschappers aan tafel gehad. Ja. We wonen in een heel klein landje. Ja. Maar in de Achterhoek is het toch wel, best klinkt het wel weer anders als mensen spreken dan in Friesland en in Zeeland. Ja. Maar goed, je moet ergens beginnen en je moet ook data creëren waarop je die systemen kan trainen. En dat kan je natuurlijk wel doen door met bots conversaties aan te gaan in de Nederlandse taal. Ja. Dus ik hoop dat we op die manier die ontwikkeling van voice ook misschien iets kunnen versnellen. Ja, want dat is ook nog een dingetje, hè, van... Jan Schaap vraagt het ook op Twitter. Met wat voor dataset hebben jullie de technologie getest? Want die data is natuurlijk best wel lastig te krijgen, omdat dit allemaal nog zo'n nieuw gebied is. En je hebt best grote sets nodig binnen de kunstmatige intelligentie om echt tot iets te komen. Ja. Er is op zich, als je het vergelijkt met andere wat kleinere landen, best wel heel veel Nederlandse open data. En daarnaast hebben we ook interessante taalkundige dingen gescrapt, gewoon net als Google dat doet. Dus gewoon patroonherkenning in bijvoorbeeld hoe vragen geformuleerd worden. Het begint vaak met een vraagwoord, hoe, wat, wanneer. En daar komt vaak een woord achter. En die structuur van opbouw van de zin is vaak hetzelfde. Dus dat is bijvoorbeeld al één ding. Dus we zijn gewoon gaan kijken van wat heb je allemaal nodig om taal goed te kunnen programmeren, zeg maar. Ja, maar goed, vervolgens heb je echt datasets nodig die je gewoon kunt voeden aan je algoritme. En als je vervolgens bijsturen. En als je van alle grote e-commerce partijen, waar je gewoon een open API van kunt gebruiken of via affiliate toegang krijgt tot hun productfeed, dan heb je al een hele grote groep of een heel groot stuk data wat heel interessant is. Dan heb je denk ik bijvoorbeeld, als je het voorbeeld van kleur neemt, heb je eigenlijk alle kleuren wel getraind op een gegeven moment. Ja. Ja. Hoe verdienen jullie geld? De technologie is als SaaS-oplossing te gebruiken, maar omdat we nog in zo'n vroeg stadium zijn in de Nederlandse taal, vinden we het nu ook heel belangrijk om die setup goed te doen. Dus het goed koppelen van de databronnen aan de technologie, goed nadenken over het concept en daarin assisteren. Dus we hebben een gedeelte setup en dat is eenmalig en daarna betaal je gewoon een license fee. Ja, en hebben jullie al leuke klanten in dit stadium? Of ben je nog echt aantal, zo jong? We hebben een aantal demo-projecten gedaan en we hebben al wel wat geld kunnen verdienen, maar het is nog niet onmogelijk. Maar je zit echt in de beginfase we hebben nu wel naar een volgend stadium. We hebben wel heel veel interesse en echt vanaf het eerste moment voornamelijk uit het bank- en verzekeringswezen. Okay. Ja. Dus echt voor customer support. Maar er zitten al zoveel partijen. Je kunt bijna tegenwoordig geen site meer openen. Nee. Of er zit een menselijke chat. Intercom, zeg maar, is natuurlijk dat eigenlijk. Maar overal van wil je chatten. Dan, en daar zit gewoon een meisje ergens. Wat denk jij? Ja, maar. Oh, is dat niet zo? Er zijn ook combinaties mogelijk natuurlijk. Uiteindelijk is dat natuurlijk het doel. Dat je denkt dat iemand achter zit en dat het. Ik ben er niet helemaal voor dat je een bot voor doet als een mens. Is, nee, maar, ik denk dat je daarmee je glazen in kunt gooien. Maar die data die... Maar je moet wel voelen als met dezelfde logica, zeg maar. Dat is wat je wel wilt, toch? Ja. Maar je bent natuurlijk als je dit goed doet, zit je op goud, hè? Ik neem aan dat jullie daar het snel over eens waren toen jullie in het café erover na zaten te denken. Vandaag toevallig een recent onderzoek. Echt één of twee weken oud van de Universiteit van Oxford en Yale, waarbij ze 260 researchers hebben ondervraagd die allemaal bezig zijn met kunstmatige intelligentie. Met de vraag, wanneer kan een bepaalde menselijke taak volgens jullie overgenomen worden door een computer? En dan niet in de zin van minimaal overgenomen worden. Nee, wanneer is een computer of een robot daar beter in, sneller en goedkoper dan de mens? En daar staat een retail salesperson, dus dat is eigenlijk volgens mij wat jullie doen. Dus gewoon de virtuele verkoper op in een e-commerce omgeving, die staat op 2036. En dan denk je, dat is heel ver, maar dat is 19 jaar. Maar over 19 jaar
is gewoon de menselijke verkoper in de winkel, die is gewoon minder goed dan wat jullie aan het doen zijn. Maar je hebt nu natuurlijk ook al veel een flinke gradatie in verkoper A en verkoper Z. Hè? Ik bedoel, iemand die 15 jaar ervaring heeft, die kent het hele assortiment uit zijn hoofd. Nee, maar alles wat jullie doen, is een kijkje natuurlijk naar die verkoper. Die kent de klant. Ja. Die denkt, oh, daar is die meneer weer, die heeft, wat was het, mate 41 of weet ik veel. En de vorige keer hield hij ontzettend van dat. En die heeft het assortiment in zijn hoofd. En die weet wat hip is, weet je. Dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld allemaal te reproduceren in de vorm van een bot. Natuurlijk heel veel data online gegenereerd rond profielen. Incorporeren jullie dat ook in je systeem? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Eigenlijk alle interacties die een gebruiker aangaat op een webshop of binnen een chatbot kun je bewaren en kun je op een bepaalde manier gebruiken om vervolgens betere producten aan te bieden of betere suggesties te doen. Een handicap is natuurlijk dat het consumentengedrag op websites en veel vluchtiger is. Ja. Dus je verzamelt maar een heel klein gedeelte van de data van iemand. Je weet niet wat hij de dag ervoor op een concurrerende site heeft gedaan. Zijn dat soort dingen lastig? Je wilt natuurlijk eigenlijk niet dat hij nog naar de concurrent gaat. En dat is denk ik ook waarom je ook moet bedenken of je ook die service wil bieden. En niet alleen maar als er een klacht is, want dan is service vaak, dan wordt service vaak aangeboden. Maar ook al in het proces wat voor een aankoop plaatsvindt. En daar is nu heel weinig service in. Dus ik weet niet of ik hiermee antwoord geven op de vraag. Ja. Maar weet je, we hebben heel veel gedaan aan conversie, optimalisatie. Hè? Ik bedoel, zoveel mogelijk leads. Maar wat gebeurt als die mensen op je shop zijn, op je webshop, en niet kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn? Dan heb je betaald voor de klik vanuit Google. En je hebt je hele betaalpagina geoptimaliseerd. Maar als je zoekfunctie niet goed werkt, of mensen hebben weinig kennis van het product. Ja. Nee, dan ben je ze kwijt. En als je concurrenten dan wel daar iets beter in doet, dan ja. Ja, het is een zijspoortje hoor, maar misschien kan Martinus hem nog even erbij halen. Want op het gebied van kunstmatige intelligentie, waar jullie nu ook in zitten, is dit natuurlijk toch wel interessant. Hè? Wanneer dus de experts, de wetenschappers, de onderzoekers denken dat bepaalde menselijke taken door robots en computers kunnen worden overgenomen. De wasvouwer, het stokpaardje van Michiel Buitelaar, dat verwachten we heel toch snel al aan de beurt, hè? Dat is wel snel aan de beurt in 2020. Michiel Buitelaar zegt altijd, dingen die heel ingewikkeld zijn, die zijn voor computers heel makkelijk. En dingen die heel makkelijk zijn voor computers heel ingewikkeld. En dan geeft hij altijd als voorbeeld de wasvouwer. Maar goed, daar zijn we dus ook al een eind op weg. Vrachtwagens rijden kunnen computers beter in 2026. Maar ook een top 40 liedje maken. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Hij zit in als het systematisch. Als er systematische cognities voor nodig zijn, dan is het. Maar kijk, de vraag is natuurlijk: wanneer kan die, zeg maar, een nieuwe en niet dezelfde, want dat herhalen, dat geloof ik, weet je wel. Maar de Radiohead van morgen. Nee, maar jij bent wel vaak wat te vroeg met dingen, maar ik kan me een project herinneren dat jij volgens mij nog bij de VPRO zei. Volgens mij het maken van zo'n hitje, dat is gewoon te analyseren hoe zo'n liedje in elkaar zit. En dat is voor 80% marketing. Dat heb je gedaan. Ja. Ja. Het is bijna gelukt. Dus dat is, je kwam een heel eind. En dat was 10 jaar geleden. How to make a number one hit the easy way was dat. Precies, maar is het toch geen hele rare gedachte? Nee, dat denk ik ook niet hoor. Want alles wat voorspelt, dat is een beetje wat je zegt. En heel veel top 40 liedjes hebben een grote mate van voorspelbaarheid. Dus dat is een makkelijke. Maar daarom is mijn vraag, dat je dit weekend speelde. En je hebt heel veel data om je op te baseren. Ja, want je hebt al heel veel opnames van nummer 1 hits. Dus Maar goed, misschien, en van sommige dingen wil je graag dat de computers beter kunnen. En van sommige wil je net blijven doen alsof dat de mens het echt beter kan. Het vouwen van dat. Wat voor jullie fijn is om te weten, is dat ook het hardop lezen van tekst, dus text-to-speech, kunnen computers ook gewoon beter dan mensen in
al heel snel, dus binnen 10 jaar. Ja. Dus accentloos, gewoon. Dus dat is ook geen enkele belemmering meer. Waar staan jullie over een jaar? Ik hoop dat we dan de slimste of in ieder geval slimmere bots hebben gecreëerd voor grote e-commerce partijen. En dat wij gewoon de partij zijn die het beste is in dat speelveld, in die technologie. Ja, een mooie ambitie. Hartstikke mooi. We hopen dat je dan weer over een tijdje komt vertellen hoe het jullie vergaan is. Nog eventjes, we hadden het net over de Fast Moving Targets bot in aanbouw. Ja. Via m.me/fastmovingtargets kun je hem activeren. Wat ik liet je net even zien. Hè? Dan kom je op bij de messengerpagina van Facebook. En ik denk dat best heel veel mensen, stel dat heel veel mensen naartoe zouden gaan, niet zien dat je dan helemaal onder moet zeggen aan de slag. Nou, ja. Het zijn van die kleine dingetjes waarvan ik denk... En dan typ je zoeken in, wat wil jij weten? Van, laat me even zien op het scherm. Voor de... Wat wil jij weten van je bot? Ik wil weten... die gast van de... Doe even simpel. Mijn favoriete gast is Werner Vogels. Kijk even wanneer we een... Werner Vogels. Nou, ik heb een zoekterm ingevoerd. Hij heeft vier video's voor je gevonden. Dat is sowieso een handig. Nou, die was hier in Nederland bij ons te gast. En nog eentje. Edward Snowden ging er toen over. Nog een video, die kun je dan bekijken. Ja, nou, weet je, fantastisch. Klein, maar fijn. En in aanbouw, dus... Dat is niet Werner Vogels. Jawel, die uitzending zat hij wel in. Oh ja. De radicale innovatie, jawel. Het is ook gewoon een duidelijk concept. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Doorzoeken van een database. Ja. Van jullie database, ja. Dat is... Dat klopt. Okidoki. Hey, ontzettend bedankt. Kijk op de website en dan kunnen ze jullie benaderen om verder te kijken. Als je een mooie e-commerce toepassing zoekt. Ja, het bedrijf heet Embot en niet Embot, maar embot.ai is het URL waar je terecht kunt. We zijn het aan het begin over, zeggen het aan het eind nog een keertje. Volgende week is de laatste uitzending, de laatste avond. Van dit seizoen topnames. Je bent allemaal van harte welkom. Kijk even via Twitter, Facebook, whatever. Zoveel mogelijk platforms delen waar je je kunt aanmelden. En het is leuk om te komen. Het is gezellig. En je kunt ook nog even een speciale kans een foto laten maken door Guido van Nispen. Dus wees erbij volgende week. Vergeet je niet een paar sponsors? Oh ja, dat zeg ik. Ik kan je dat nog zeggen. Hoor. Nee, PQR bedanken wij natuurlijk. Het bedrijf had ervoor zorgen dat we altijd up and running zijn. Streamzilla uit Groningen. Live kun je altijd meekijken dankzij dit bedrijf. Bier & Co. zorg voor de biertjes. Ik heb vandaag een Brooklyn Lager. Jij ook. Die is lekker. Budweiser, is die te drinken? Heerlijk. Mag zeggen als die niet lekker is. Hij is goed, hartstikke goed. En tot slot natuurlijk Freedom Lab, van waaruit wij uitzenden. Stekel dank, want sponsors dag. Kunnen we gewoon niet... Oh nee, sorry. Dag. Dag, wegwezen. Opzouten.